Met Robert Kovacs. Nee, dat is toch geen enkel probleem, Maiko. Maiko, ik kwam jouw profiel tegen, LinkedIn profiel kwam ik tegen op een post van onze waardevolle connectie Edwin Waalbers. En ik zie wat jij met jouw compagnon doet, met jullie bedrijf. En mag ik uitleggen waarvoor ik met jou in contact wilde komen? Ja. Maiko, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers. En mijn vraag aan jou is, als ik jullie een manier kan laten zien hoe jullie nieuwe klanten aan kunnen trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Heb je nu nog een minuut? Ah, meer dan genoeg. Met 2 minuten kunnen wij zaken doen. Nee, Maiko. Om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Dat is ontzettend belangrijk vandaag de dag. Wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Want eerst, als ik met jou eerst eventjes het een en ander doorneem, want jullie met z'n tweeën te pakken krijgen tegelijk, wordt denk ik wat ingewikkelder. Hoe zit je maandag? Tuurlijk. Na 11 uur. Ik ga het noteren. Ik weet dat je haast hebt. Wat ik ga doen, Maiko, ik ga je aanvullende informatie sturen en onze afspraakbevestiging voor de komende dinsdag na 11 uur. Neem het rustig door van het weekend. Dinsdag bel ik je na 11 uur en we go from there. Afgesproken? Gaan we doen, man. Hey, bedankt voor je kostbare tijd. Vertrouwen, fijn weekend. Hoi. 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 John, goedemorgen. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ierambacht. Hoe is het, jongen? Ja, goed, man. Goed, man. Lekker weekend gehad? Mooi, John. Ik zou jou nog eventjes terugbellen. Dus dat doe ik ook. Even jouw profiel en alles erbij pakken. John, mijn doelstelling van dit gesprek is eigenlijk heel erg eenvoudig. Heel simpel, ja? Ik wil je voorzien van zoveel mogelijk waardevolle informatie. Ik wil al jouw vragen die jij hebt, wil ik direct voor jou beantwoorden. En vanuit daar gaan wij kijken, zodat jij zelf een intelligente keuze kunt maken. Zie jij meerwaarde in ons of zie jij dat niet? Heel simpel. Want ik zeg altijd, liefde moet van beide kanten komen. En zeker als je zaken gaat doen, anders wordt het een one-night stand. Hè? John, als allereerst, stel dat ik of andere ondernemers klanten voor jou zouden hebben. En klanten naar jou door kunnen sturen. Ja? Vanaf welk bedrag kunnen mensen al bij jou terecht? Wat zijn de minimale orders voor jou? Kijk, dat is goed om te weten. Ik maak gelijk eventjes notitie. €96, dat is minimaal bedrag, hè? Wat is het maximale bedrag? Heb je daar wel eens over nagedacht? Want dat is ook belangrijk, hè? Dus als ik iemand vandaag heb die zegt, hey John, ik maak vanmiddag €1,5 miljoen naar je over, ik wil koffie hebben, dan is dat mogelijk?
Ja, kijk, daar moet je wel klaar voor zijn, hè. Wat ik gezien heb in de afgelopen 25 jaar bij ondernemers. Ze zijn niet goed genoeg voorbereid voor de markt. En wat gebeurt er dan? Ze doen maar wat. En als je wat doet, wat gebeurt er dan? Dat noemen we spaghetti management. Je gooit een bord spaghetti tegen de muur in de hoop dat er iets blijft plakken. Kijk, je moet duidelijke strategieën hebben van, hey, dit ga ik doen, dat ga ik doen. Die doelgroep wil ik aanspreken. Maar ik wil ook een doelgroep aanspreken die bijvoorbeeld, want je hebt bedrijven en ondernemers. Hey, een miljoen meer of minder liggen zij echt niet wakker van, hoor. Of dacht jij van wel? Dat is wat ik alleen wil. Maar goed, wat zou een maximale zijn? Wat is het grootste order tot nu toe wat je binnen hebt geharkt? Wat je binnen hebt gehaald? €350. Oké, nou, dat is prima, toch? Dat is goed. John, nu heb ik een andere vraag voor je. Hoeveel van die €96 kun jij nu per maand aan? Is belangrijk. He, vaak als ondernemers zeggen we, ja, maakt allemaal niet uit en dit, maar hey, ik wil niet dat je burn-out krijgt. Ik wil ook niet dat je van de brug afspringt. Gewoon eerlijk, wat kun jij op dit moment aan? Hoeveel van die klanten kun je handelen? Tien per maand. Dat kan jij nu aan. Oké. En dat zijn er 120 per jaar. En die van 350, hoeveel kan je daarvan aan? Hoeveel kan je helpen? Van grotere orders. Kijk, je weet, bij de grote te komen moet je altijd met kleintjes beginnen. En dat is helemaal niet erg. Ik zeg, tien per maand ook. Oké, dat zijn er ook 120 per jaar. Oké. Nou heb ik nog een vraag voor jou. Hoe ben jij zelf een beetje met acquisitie? En hoe ben jij zelf als ondernemer? Kom jij makkelijk binnen? Of is, hoe moet ik dat zien? Wat voor type ondernemer is John? En wat gebeurt er dan? Ja, voor. Ja, en hoe werkt dat voor je? Wat zijn een beetje de reacties? Het werkt niet. En werkt het vanwege de koffie, denk jij, of werkt het vanwege jou? Dat je denkt van, nou, ik heb niet genoeg vaardigheden, ik heb niet genoeg woorden of communicatietools en dingen dat ik zeg van, nou, ik kan zaken doen met mensen. Ligt het aan de product of ligt het aan jou, denk je? Nee.
Je bent onzeker misschien. Juist. Juist. Ja, ja, nee, dat is altijd zo. Ik zou je een klein beetje in het kort vertellen wie ik ben en wat mijn ervaring is. En dan ga ik jou uitleggen, heb ik een 7-stappen-formule ontwikkeld in de afgelopen 25 jaar. Dat is doorontwikkeld, dat is een succesformule waar bedrijven nog in de gulden tijd van 0 naar 400.000 gulden per maand gingen. En ondernemers die gingen met soortgelijke formules en strategieën, systemen die wij implementeerden van 0 naar 1,3 miljard. Ik ga je één ding vertellen, John. Jouw product is in feite het minst belangrijke op het moment dat jij de markt ingaat. Wat bedoel ik daarmee? Je hoeft niet het beste product te hebben. Je hoeft niet het slechtste product te hebben. Je hoeft ook niet het duurste product te hebben. Je hoeft ook niet het goedkoopste product te hebben. Maar je moet het beste verhaal hebben. Om in de markt te komen. Dat men naar je gaat luisteren. Dat ze zeggen, hey, dit is een goed plan. Dit ziet er professioneel uit. Hier zie ik, want dat is cruciaal wanneer jij orders binnen wilt gaan halen. Wanneer jij vertrouwen uitstraalt. En wanneer iemand een beetje met een en al oor naar jou luistert. En dan zegt, ja, hier geloof ik in. Want in feite, je verkoopt altijd eerst je idee. Je verhaal. Voordat ze werkelijk je product gaan kopen en voordat ze daadwerkelijk zaken met jou gaan doen. Ja? En in de afgelopen 25 jaar, John, heb ik gewerkt met verschillende ondernemers. Moet je denken aan ondernemers die 100.000 euro per jaar verdienden. Met ondernemers die 1 miljoen per jaar verdienden. En ook ondernemers die 1 miljard per jaar omzet deden, zelfs verdienden. En wat mij eigenlijk opviel, ik heb ontzettend veel geleerd van die ondernemers. En wat mij eigenlijk opviel, dat er maar 3 zaken ontzettend belangrijk zijn. En dat is eigenlijk 3 zaken waar eigenlijk alles om draait. De ene die 1 miljoen per jaar verdient en die andere 100.000. Ze hebben totaal andere informatie tot hun beschikking. Ben jij met mij eens dat iemand die het heel goed doet, totaal andere informatie heeft, totaal anders dingen ziet, totaal anders dingen doet? Ben jij met mij eens? Tweede wat mij opviel, dat hun communicatie ontzettend verschillend is. Terwijl ze eigenlijk misschien diegene van 100.000 euro per jaar had nog een beter product dan die 1 miljoen per jaar. Maar zijn communicatie was gewoon totaal anders. Die van 1 miljoen per jaar, die maakte zich nergens druk om. Het leek alsof die maar deed en alles zat mee. En de prijs was niet belangrijk, kwaliteit was niet. Natuurlijk moet je een degelijk product hebben. Maar nogmaals, je hoeft niet de goedkoopste te zijn en ook niet de beste. Je moet wel het beste verhaal hebben in de markt. En daar komt die communicatie. En ten derde, diegene die 1 miljard per jaar deed, had exact dezelfde tijd dan die andere 2 ondernemers. 24 uur in een dag, 8 uurtjes per dag werken. Nou, die werkten wat meer, 8 tot 12 uur per dag. Ook wel eens zaterdagen en zondagen. Want dat zijn hele drukke jongens. Dat zijn hele drukke ondernemers. Wat mij eigenlijk opviel, John, jij en ik gaan beide 1 miljoen verdienen in de komende 20 jaar. Hè? Als we 50.000 euro per jaar verdienen, hebben we in de 20 jaar beide 1 miljoen. Maar nu is de vraag dat de denkwijze van die drie type ondernemers heel anders is. De vraag is, hey, ga je dat doen in 20 jaar of ga je dat doen in 1 jaar? Of 2 jaar? Of 3 jaar? Dat is het enige verschil. Ga jij je tijd verkorten in jouw activiteiten? Ga jij een hefboom-effect in de markt creëren? Ga jij all-in in de markt? Of ga jij een klein beetje kruidenieren, beetje zaken doen met iedereen? Ja, en we zien het wel hoe het eindigt. Snap je waar ik naartoe wil? Nou, dat is geen garantie voor succes, John. Ga ik je gelijk vertellen. Dat gaat niet gebeuren. Onmogelijk. Dat is meer geluk dan wijsheid. Wat wel gaat werken, ik heb een 7-stappenplan heb ik uitgewerkt en die wil ik direct met jou doornemen. En al je vragen beantwoorden, zodat je... Heb je toevallig pen en papier bij de hand? Oh, kijk, dat kan ook. Stel dat jij en ik zaken gaan doen, samen gaan werken.
Ja, want ik doe samenwerken. Ik ga je niks verkopen. Nee, we gaan samenwerken. Samenwerken is vermenigvuldigen. Ontzettend belangrijk. Eerst wat wij gaan doen is beginnen we... Dan ontwikkelen we stap 1. Dat is een invitatiestrategie gaan we neerzetten. Het zijn eigenlijk meerdere strategieën. Alles bestaat uit verschillende strategieën in de markt. Maar altijd als je ergens mee begint, begin je met 1. Eerste strategie, dan gaan we dat testen, verbeteren enzovoort. Dus ik praat nu in een strategie, maar je moet het eigenlijk zien als verschillende strategieën. Een invitatiestrategie is om het verkrijgen van voldoende prospects die behoefte, wensen of verlangen hebben in je producten en of diensten. En dat doe je door je eigen inzet en doorverwijzingen van andere mensen, ondernemers en bedrijven. Heel even hoor, ik doe even mijn jasje uit. Waarom is dat belangrijk, John? In invitatiestrategie, je kent het. Ik zeg altijd, succesvolle mensen, weet je hoe zij het eigenlijk zien? Alles wat jij doet, John, je zit in alle tijden zit je in de people business. Jij zit niet in de koffiebusiness. Dat denk jij. Jij zit in de people business. Wie koopt jouw producten? Mensen. Wie gaan jouw producten gebruiken? Mensen. Wie gaan jouw producten doorverkopen? Mensen. Wie gaan over jouw producten praten? Mensen. Wanneer jij mensen hun denkwijze, hun brein begrijpt, hoe dat boven werkt in dat kleine beetje wat we van onze lieve Heer gekregen hebben, wanneer jij dat gaat begrijpen en op die manier gaat communiceren met de markt, gaat de markt naar jou luisteren en niet eerder. En daarom is die invitatiestrategie ontzettend belangrijk. Daarna gaan we naar stap 2. Dan hebben we een prospectingstrategie. Ja? Dat is het kwalificeren van de prospects met het doel om ze uiteindelijk in de winst genererende cliënten, klanten en kopers te veranderen. Zie het maar zo, John. Als jij 3000 transacties vandaag de dag wil voortooien. We hebben het hier 120 per jaar van 96, 120 per jaar van 350. Dat kan jij nu aan. Nou, dat is prima. Dat is ook meer dan genoeg voor nu. Maar even simpel rekenen. Als jij dit soort transacties wil uitvoeren, dat wil zeggen, laat me even snel rekenen. 3000 transacties heb je 12.000 gekwalificeerde prospects nodig. In jouw geval, als jij 240 transacties wil voltooien, 120 plus 120 is 240, moet je denken, heb jij minimaal 1000 gekwalificeerde prospects nodig. Ja? Dat doe je in een prospectingstrategie. Dat wil zeggen, je gaat inschatten aan wie ga ik mijn verhaal vertellen en aan wie niet. Ontzettend belangrijk. Hoe ga ik die mensen triggeren dat ze naar mij gaan luisteren? En niet, hier heb je een zempeltje. Hey, ik hoor het wel als je het lekker vindt. Dat werkt niet. Snap je? Je moet met een goed plan komen, met goed idee. Dit is hoe we het gaan doen. Zo gaan we het doen. Jullie worden mijn koffiedistributeur in de regio. Zoveel ga je verdienen. Zoveel tijd ga je besparen. Zoveel nieuwe klanten ga je aantrekken dankzij mijn koffie. Daar moet je een strategie en een plan voor hebben. En niet alleen maar koffie. Want er zijn al tienduizenden verschillende soorten koffie in de markt. Mee eens? Derde wat wij gaan doen is een krachtige presentatiestrategie in elkaar zetten, John. Ontzettend belangrijk. Dat is het positioneren en presenteren van je producten en of diensten met het doel naar een transactie en samenwerking te leiden om succesvol te kunnen vermenigvuldigen. Let op wat ik hier zeg. Een presentatie bij de grote bedrijven, CEO's, dat noem ik mooie mannen in dure pakken. Hun probleem is geen geld. John, weet je wat hun grootste probleem is? Tijd. Tijd is hun probleem, want ze hebben 250 man personeel. Ze moeten een miljoenen of miljarden bedrijf leiden. Jij krijgt daar 60 seconden de tijd om zaken te doen. En daar moet je op voorbereid zijn. Als je een grote jongen voor je voeten krijgt. Snap je? Dan moet je van tevoren weten. Bij een ander krijg je misschien 15 minuten om je verhaal te doen. Bij een ander kun je heel de dag blijven en dan ga je nooit geen zaken doen. Maar dat moet je inschatten. Jij moet met jouw presentatie, zeker wanneer we over koffie praten, gaan we jouw presentatie binnen 10 minuten. Hey, waar komt het product vandaan? Waar wordt het gemaakt? Hoe werkt het? Hoe ontwikkelen ze het product? Waarom is deze koffie 10 keer beter dan alle andere koffies? Hè? Waarom geloof ik in mijn product? Waarom zou jij mijn product moeten gaan verkopen en aanbieden aan jouw mensen? Dat zijn cruciale vragen. Die verwerkt moeten worden in jouw presentatie. Want als jij dat niet naar de markt toe communiceert, John, gaat niemand naar jou luisteren. Heel simpel. Vanuit daar gaan we naar stap 4.
transactiestrategie gaan we neerzetten. Het voltooien van een succesvolle transactie in ruil voor jouw producten en diensten. En een samenwerking om succesvol te kunnen vermenigvuldigen. Wat bedoel ik hiermee? Jij doet jouw presentatie op een gegeven moment. Hey, dit is het contract. Jullie gaan zoveel van mij elke maand afnemen voor zo lang. Dit zijn jullie voordelen. Zoveel gaan jullie verdienen met mijn product. Zo snel is de levering. Hier ga je naartoe geld over. Dat moet duidelijk zijn. Je bent een zakenman en geen amateur. Snap je? Dat zijn cruciale dingen in het zakenleven vandaag, dat jij je prospects begeleidt naar het eindresultaat. Van begin tot en met eind. Want bij de transactie is een win-win gecreëerd. Wat bedoel ik daarmee? Hey, als jij niet verkoopt, hebben die winkels of die restaurants of die cafés of die ondernemers helemaal niks aan jouw product. Dus als er niet tot transactie komt, gaat jouw product niet gedronken worden in de markt, hebben de consumenten er niks aan, de ondernemers er niks aan en jijzelf hebt er ook niks aan. Daarom is het verliest iedereen eigenlijk. Maar dat is niet de schuld van de markt. Dat is jouw schuld. Want jij hebt niet op de juiste manier met de markt gecommuniceerd. Snap je waar ik naartoe wil? Dus jouw succes is afhankelijk van de communicatie die jij uiteraard ook met jezelf hebt. Wat wil ik? Hoe ga ik het doen? Wat zijn mijn duidelijke strategieën? Maar ook de communicatie met de markt toe. Ontzettend belangrijk, John. Vanuit daar gaan we een referentiebeloningssysteem in elkaar zetten. Dat is stap 5. Dat is ontzettend belangrijk wederom. Want een succesvol beloningssysteem ontwikkelen met het doel om zoveel mogelijk doorverwijzingen te krijgen van andere mensen, ondernemers en bedrijven in ruil voor jouw producten en of diensten. Zie het zo, John. Ja? Om 3000 transacties te voltooien heb je 12.000 gekwalificeerde prospects nodig. Dat wil zeggen, merendeels gaat tegen jou nee zeggen. Maar is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Dat is helemaal niet erg. Wat doe jij met die nee's? Weet je wat nee eigenlijk betekent? Weet jij wat dat betekent? Een nee. Nee betekent tegen dat aanbod wat jij voorgesteld hebt. Weet je wat geen interesse betekent? Geen interesse betekent interesse, maar net niet genoeg. Omdat ze jouw verhaal is niet duidelijk voor hun. Ze nemen je niet serieus. Dat betekent geen interesse. Jij denkt, oh, hij heeft geen interesse. Nou, prima. Maar wat doe jij met alle nee's en alle geen interesses? Ik zou je eerlijk vertellen. De meeste mensen in de markt van vandaag de dag doen er nul mee. Niks. Zero. Slimme ondernemers weten daar alles uit te halen. Want wat wij jou gaan op voorbereiden, dat elke nee kun je naar een ja krijgen. En weet je hoe? Door misschien. Door misschien. Het snelste weg van een nee naar een ja is door misschien. Hey, als ik aan jou zoveel koffie lever elke week, zou jij mij willen introduceren binnen jouw netwerk aan ondernemers die met mij wel zouden zaken willen doen? Heb jij het product gratis voor mij? Is dat interessant voor jou? Snap je wat ik nu aan het doen ben? Ik ben een nee aan het omturnen naar een misschien. Oké, denk erover na. Rustig. Geen probleem. Geen stress. Dat is onderhandelen. Ik ga proberen uit die nee het maximale te halen. Want dan krijg je die vermenigvuldiging. Hey, prima. Ik heb een doosje koffie voor jou. €120 hoef jij niks te betalen. Maar je krijgt het wanneer jij mij geïntroduceerd hebt binnen jouw netwerk, met wie ik zaken kan doen, en wanneer ik met hun een transactie heb voltooid. Is dat een fair deal? Ja. Beginnen de belletjes nu te rinkelen? Ja. Want wat creëer je dan? Heb jij mijn presentatie gezien, de eerste pagina, waar je de vermenigvuldiging ziet? 2, 4, 8, 16 of 1, 3, 9, 27, 81. Ga zo maar door. Als jij niet jouw product, jouw klanten en jouw geld weet te vermenigvuldigen, heb jij een heel groot probleem in de markt. Ja, ik weet het. Want zo werkt het. Wat ik geleerd heb in die afgelopen 25 jaar, John, dat al die grote jongens, die beheren dit spelletje, die beheersen dit spelletje alsof het, ja,
computerspelletjes. Stelt helemaal niks voor ze. Ze weten hoe de markt gaat reageren. Het is voorspelbaar voor ze. He, als jij zo'n Ronaldo ziet voetballen of zo'n Messi. Die doet het gewoon op zijn slofjes. Die maakt zich echt niet meer druk. Waarom? Hij is expert in hetgeen wat je doet. Wat hij doet. En je hoeft geen expert in koffie te worden. Nee, jij moet expert worden in marketing en verkoop. Want het product maakt echt niet uit. Nee, het maakt ook helemaal niet uit. Klopt. Dus, referentiebeloningssysteem is ontzettend belangrijk. Op het moment dat wij zaken gaan doen, John. En wij gaan marktanalyse maken. Jouw product, dienst, prijsanalyse. Wat kun jij weggeven? Wat is voor jou interessant? Als je voor elke nee 3 ja's kunt krijgen. Is het voor jou rendabel om dan een doosje koffie weg te geven? Ja, natuurlijk. Want je hebt 3 nieuwe klanten. Als je dat gaat vermenigvuldigen. Dan heb je 3, 9, 27, 81. Hoeveel nieuwe klanten wil je hebben? Maar wat doen we met de ja's? Vaak is het zo als ondernemers. Je verkoopt aan iemand. Oh, hij krijgt zijn spullen geleverd. En dat is het. Klaar. Ik heb jouw centen. Jij hebt de producten. Nou, iedereen blij. En dan stoppen ze. Er gebeurt ook niks mee. Nee man, daar zit veel meer in. Wij gaan jou voorbereiden. Hey, ik wil een tevredenheidsonderzoek met jou doen. 3 vragen wil ik je stellen. Ben je tevreden over mijn producten? Hoe kan ik mijn dienst naar jou toe? Hoe kunnen wij beter samenwerken? Hoe kan ik beter mijn diensten, dienst verbeteren richting naar jou toe. Wederom, zou jij mij willen introduceren aan 2 tot 3 ondernemers binnen jouw netwerk die ook zaken met mij willen doen? Want dit is wat ik jou ga geven dan. Boom, jij krijgt van mij elke maand of elk jaar een doosje koffie cadeau. Snap je wat je dan creëert? Een hefboom effect. Want alle mensen die nee tegen jou zeggen en alle mensen die ja tegen je zeggen, zijn ontzettend belangrijk om jou in de markt te positioneren. Ja, zodat jij meer mensen kunt helpen met jouw product of dienst. Ja? Dat wil zeggen, als jij niet die hefboomwerking creëert, gaat het ook niet gebeuren. Dus dan ben je bewust mee bezig. En vanuit daar gaan we naar stap 6, John. Dan hebben we 24 maanden opvolgingsstrategie. Ook ontzettend belangrijk. Alle strategieën zijn belangrijk. Maar ja, de ene is belangrijker dan de ander in feite. Maar samen functioneren ze als een harmonica. Er komt muziek uit. Alles werkt als een Zwitsers klokwerk. En opvolgstrategie. Luister goed wat ik je nu ga vertellen. Ruim 70% van alle transacties vindt plaats in de opvolging. Een goede opvolgstrategie is een geweldige manier om inkomsten te verdubbelen of te verdrievoudigen en nieuwe doorverwijzingen van nieuwe klanten, cliënten en kopers te krijgen. Dat wil zeggen, iedereen die jij vandaag bezoekt of belt, weet je hoe het eigenlijk werkt om een ja te krijgen? Krijg je 6 keer nee. Je moet 6 keer nee horen om een 7e keer ja te krijgen. Weet je waarom? Omdat mensen kennen je niet, mensen vertrouwen je niet. Hoe vaker jij bij iemand komt en hoe beter relatie met jij met iemand opbouwt, des te betere zaken gaat doen en des te meer vertrouwen gaat te komen en zeggen, hey, hij zet door. Hij gelooft in zijn product. Hij gelooft in zichzelf. Hij gelooft in zijn koffie. Hij is 7 keer bij mij geweest. 6 keer heb ik hem nee verteld. Elke keer hebben we even gezellig, een praatje, een kopje koffie, bla bla. Hij blijft terugkomen. Hij is the real deal. Hij is de man waarmee ik zaken ga doen, want hij gelooft in zichzelf. Nou, de meeste ondernemers stoppen al na 1 of 2 keer. En verliezen de markt. Dat is nou de reden dat 90% van de ondernemers binnen 10 jaar het niet redt. 90% is weg. Duidelijk? Helder? Vanaf daar gaan we naar stap 7. Stap 7 is 24 multinational strategieën zijn dat. Maar we beginnen altijd met de 1. Een succesvolle beloningssysteem gaan we ontwikkelen met 24 verschillende multinationals met het doel om zoveel mogelijk doorverwijzingen te krijgen door andere mensen, ondernemers en bedrijven. Hey, bij de 4 en 5 stappen, transactiestrategie en beloningsstrategie,
Ga jij ondernemers tegenkomen die tegen jou gaan zeggen... John, al is jouw product helemaal gratis... nog steeds kan ik het niet doen omdat ik heb contract met die... of mijn klanten zijn gek op dat... of ik, welke reden dan ook is totaal niet belangrijk, John. Maar wat wij gaan doen is wij gaan jou koppelen aan bedrijven zoals Jumbo... Corendon, Apple, Samsung, Bol.com... Waarom? Jij gaat een beloningssysteem ontwikkelen met dat soort bedrijven. Laat ik je een voorbeeld geven. Als ik met jou zaken wil doen en ik zeg... Hey, introduceer mij binnen jouw netwerk aan 2 tot 3 mensen waar ik zaken mee kan doen... en jij krijgt mijn product gratis. Jij kan zeggen, ja, maar ik heb niks aan jouw product. Dan zeg ik, geen probleem. Maar wat als ik jou een beloning geef van 150 euro per maand... shoptegoed via Jumbo Zakelijk? Is dat interessant voor jou? Wat heb ik gecreëerd wederom? Een nee breng ik weer naar misschien. En de snelste weg van een misschien of van een nee naar een ja is door misschien. Je zegt van nou, dat vind ik wel een goede deal. Dus jij krijgt van mij 150 euro Jumbo shoptegoed per maand in ruil voor 3 referenties. Hoe krachtig is dat? Ontzettend krachtig. Want elke dag dat er een Jumbo-advertentie wordt afgespeeld, commercial, op de televisie, radio, media, zullen ze aan jou denken. Ja, zo simpel is het, John. Snap je hoe dit werkt? Maak je hier gebruik van? Dat is een probleem. Correct. Hoe zie jij jezelf over 12 maanden? Geloof jij dat jij er beter voor staat over een jaar dan nu? Ja, heb je daar een strategie voor? Ja. Nee. Ja. Nee. Absoluut, en dat moet je absoluut doen. Maar heb je daar vaardigheden voor? Kom jij binnen bij grote miljoenen bedrijven? Kun je dat? Oké, dat is prima. Zie jij meer waarde in mijn team en om samen te werken met mij? Klopt. Maanden, correct. Gaan we samenwerken. Ja.
Ja, nee, maar dat is goed. Dat moet je ook zijn, hè. Eerlijkheid duurt het langst. Ja. Ja, dat, kijk, ik zeg jou eerlijk, heel de wereld wil dat. En als ik dat ga doen, dan kost ik 2.500 euro per dag. Ongeacht het resultaat. En dat kan je niet betalen. Niemand gaat jouw koffie beter verkopen dan jouzelf. Dus nooit afhankelijk zijn van andere mensen. Snap je? Je moet de duidelijke strategieën hebben en een duidelijk verhaal. En op het moment dat wij gaan samenwerken, is ik ga je precies vertellen wat je waar gaat zeggen, op welk moment, welke deal je gaat voorbereiden voor welk bedrijf. Omdat dat cruciaal is. Dat is cruciaal, ongeacht of je bij de groothandel binnenkomt of niet. Hoe ga je daar binnenkomen? Welke presentatie ga je daar geven? Welke garantieregeling? Alles is met... Dat is zaken doen op het allerhoogste niveau. En kijk, ik zeg niet dat... Je moet altijd alles zelf proberen. En dan kom je er vanzelf wel achter. Zeg ik altijd. Maar bespaar je de tijd. Doe het gelijk goed. 250 euro per maand extra btw is minder dan 9 euro per dag. Als jij maar één deal in een week sluit, en die mensen gaan elke maand bij jou bestellen, dan heb ik mezelf al 10 keer terugverdiend. Snap je wat ik bedoel? Dus zo moet je het zien. 24 maanden. Ik wil niet dat je nadenkt over 24 maanden, John. Weet je wat dat is? Dat is klein denken. Ik wil dat je nadenkt over 240 maanden dat wij samen gaan werken. Ja, daarin zit het succes. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Klopt. Nee, het gaat lopen. Ik ga jou vertellen. Ik heb garantie. Als het niet loopt, werk ik voor niks. Daarom heet mijn bedrijf ook winstgarantie. Jij hebt ook 3 maanden opzegtermijn bij mij. Want stel dat jij na 6 maanden iemand beter tegenkomt, of jij wilt met iemand anders zaken gaan doen, dan ga ik jou niet vasthouden voor 24 maanden om met jou zaken te doen. Maar je hebt gewoon 3 maanden opzegtermijn. Ja? Zo neem ik jou en mijzelf in bescherming. Misschien zeg ik tegen jou, hey John, luister, wij gaan geen zaken meer doen. Want een samenwerking overeenkomst, John, is om jou, maar ook mijzelf in bescherming te nemen. Informatie die jij van mij gaat krijgen, is miljoenen waard. De scripts, de outlines, wat ga jij vertellen, welk aanbod, wanneer, hoe ga je jezelf in de markt positioneren, is van gigantische waarde. Ik kan het niet zomaar voor niks geven aan jou. Snap je? Maar daar moet een commitment zijn. En liefde komt van beide kanten. Dus, stel je voor, er gebeurt iets met jou. Ja? We zijn mensen, of er gebeurt iets met mij. Hé,
jij hoeft... Ik kom geen geld halen, die 250 euro per maand. En jij hoeft mij dat ook niet te betalen. Stel, staat ook in de overeenkomst. Jij gaat failliet. Kan gebeuren. Daar gaan we niet voor werken, maar kan... Kom ik ook geen centjes bij jou halen. Omdat je al genoeg problemen hebt, John. Ik word niet rijk van die 250 euro per maand. Dat is voor mij alleen om een beetje om de kosten te draaien. Waar verdien ik dan wel geld mee? Dan ga ik je eerlijk zeggen, massa. Dus wij hebben een wederzijdse samenwerking. Op het moment dat wij jou eerst opzetten en jij gaat goed geld verdienen met jouw bedrijf, dan kom jij bij genoeg ondernemers binnen dat jij zegt, Robert, ik refereer jou ook, want die heeft problemen om in de markt te komen. Die wil meer klanten, zij wil meer klanten, die wil meer klanten. En dan krijg jij zelfs maandelijks 50% van mij teruggekeerd. Snap je? Dus uiteindelijk ga je niet betalen, maar verdien je geld dankzij mijn bedrijf. Snap je wat ik aan het doen ben? Dus eerst jij, want dat is belangrijk. Ik kom geen brood van jouw plank halen, John. Want dat duurt niet lang. Snap je? Jij moet binnen een maand moet jij goed opgezet worden. Jij moet in jouw tweede, uiterst derde maand moeten de orders binnen gaan komen. Grote orders. Snap je? Er moet wat gedaan worden. Want anders ben jij weg. En dat is waar ik garantie op geef. Dat ik zeg van nee, daarom heet mijn bedrijf winstgarantie. Dat staat in de overeenkomst. Hoe is je gevoel, John? Zie jij jezelf met mij samenwerken? Mm-hmm. Maar... Ja, natuurlijk. Dat is toch normaal? Dat wil zeggen dat jij serieus iemand bent als je over bepaalde zaken wil nadenken en toestanden. Wat ik ga doen, John. Ik ga jou de samenwerking overeenkomst stuur ik jou door. Dat is belangrijk. Dan kan je daar rustig naar kijken. Al je vragen opschrijven is ontzettend belangrijk. Hebben wij binnenkort contact met elkaar? Overleg met je partner. Als je wil, kan ik ook met jouw partner praten. Dat maakt mij helemaal niks uit. Kijk, John, ik ben niet op zoek, nogmaals, vandaag samenwerking ondertekenen, champagnekurken de lucht in dit geval koffiebonen de lucht in, ja, en dan volgende week, ja, nee, we gaan het toch niet doen. Hebben we beide niks aan. Ik moet een serieuze ondernemer hebben die zegt, hey, ik geloof in onze samenwerking, ik zie dat jij meerwaarde voor mij hebt, ik ga met jou samenwerken, niet voor 24 maanden, John, klein denken, voor de komende 24 jaar, groot denken. Want mijn koffie moet nummer 1 worden en jij moet ook nummer 1 worden in de markt. Want dan verdienen we geld en met jouw bedrijf, maar ook met mijn bedrijf. Dat is een win-win, toch? Kijk, dat is een samenwerking, John. Daar kun je op vertrouwen en daar kun je op bouwen. De rest is allemaal niks. Snap je? Heb je welke vragen, nu dat we aan de telefoon zijn met elkaar, welke vragen kan ik nu direct voor jou beantwoorden nog? Want ik moet er zo vandoor. Mm-hmm. Ja, samenwerking overeenkomst is dat. Komt er vandaag aan, ergens eindmiddag. Ik ben druk. Rustig naar kijken, John. Geen overhaaste beslissingen nemen. Ja, goed nadenken. En precies zoals ik je zei, begin van dit gesprek, ik wil jou voorzien van waardevolle informatie, zodat jij zelf een intelligente keuze kunt gaan maken. Ja? Op het moment dat wij gaan samenwerken, is onze doelstelling in de komende 12 maanden 120 klanten van 96 euro, 120 klanten van 350 euro. Daar beginnen we mee. Dat is de sleutel tot succes, John. Waar of niet? Kijk, dat is wat ik met jou wil. Ja? Hey, er komt eraan. Ik wil je bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Leuk kennis gemaakt te hebben, John. En was mijn verhaal helemaal helder en duidelijk naar jou toe?
Oké, dat is voor mij belangrijk. Want elke dag kom ik mensen zon die iets weten wat ik niet weet. Elke dag spreek ik met ondernemers die mij verbeteren. Ik leer ook van jou. Snap je? Ontzettend belangrijk. Stop nooit met leren. Want dat is je groei. Goed zo. Hey, was leuk kennis gemaakt te hebben. Ik heb je in mijn telefoon. Ik heb je op LinkedIn. Ik laat je niet gaan, John. Fijne dag, hè? Yo, hoi hoi. Hoi hoi, hoi. Marco Bijs, grote vriend. sticker. Ja. Morgen. Ja. Die heb ik gemaakt. Ja, klopt. Ik ben... Ik hou zelf van petjes dragen. Hoofddeksels. Mutsen, petjes. En ik heb samengewerkt met... zeg maar in de MLB. Dat is de Major League Baseball. Met een aantal teams. Hebben wij Swarovski Crystals caps gemaakt. Dus zeer exclusief en heel mooi. En dat was meer als hobby als ware. Dus jij ziet mij altijd als jij mij tegen ergens zou komen. Zie je mij met een cap. Hoe is het met je jongen? Hoe was je weekend? Klopt. Ja. Ja, maar ik vind dat heel goed wat jij zegt, vriend. Want de mensen die jij niet kunt bereiken van maandag tot en met zaterdag, ga jij zeker op zondag bereiken. En op zondag worden de grote zaken gedaan achter de schermen met grote jongens. Dat is wanneer hun agenda helemaal leeg is. Dat is een tip van Grant Cardone, hè? Uncle G. Uncle G. Hey, vertel Marco wat ik aan jou wilde vragen. Vanaf welk bedrag... Ik weet, jij maakt video's en wat je doet. Ik ken je nu al een tijdje. Ik weet natuurlijk niet alle ins en outs. Maar om dingen in te kunnen schatten weet ik genoeg. Vanaf welk bedrag konden ze bij jou ook alweer terecht? 500 euro exclusief BTW. Kijk, dat is goed om te weten. Dat valt op zich, is dat een goede prijs. Als ik dan daarnaar kijk. En ik heb ook op je website heb ik ook het een en ander gezien. Gewoon van ondernemer naar ondernemer. Jij bent heel erg goed in... Ik heb niks op aan te merken op de video's, op de website. Ik vind, je hebt echt balkan uitstraling. Als je aankijkt, weet je wel, dan zie je... Hey, niet, je gaat niet fucken met mij, vriend. Dat zie je gelijk en daar hou ik van. Daar staat iemand. Dat is een persoonlijkheid. Daar hou ik van. Ja? Hoe? Want ik weet ook, jij doet... jij bent ook betrokken bij de club van Ginger en zo, hè? Kijk, dat is goed, man. Dat doe je goed. Dat is hartstikke goed. Wat denk jij zelf? Toevallig ben ik... Heb ik Ginger een paar weken geleden gesproken en alles. Dus ik weet een klein beetje links en rechts hoe en wat. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Dat is top natuurlijk. Niks op aan te merken, hè? Waar kom jij zelf een beetje tekort, denk jij, Marco? Waarom denk jij van... Hey, of wat denk jij... Waar kom jij tekort om daadwerkelijk transacties te creëren? Tuurlijk. Klopt.
Ja, ja. En als ik puur naar alles kijk, hè, en ik denk, alles klopt, hè, daar heb ik niks op aan te merken. Maar weet je wat ik echt, wat er een beetje ontbreekt bij mij? Dat het niet duidelijk is van waarom zou jij een video moeten hebben? Wat is het eind? Kijk, weet je waar we tekort schieten, Marco, als ondernemers? Juist, juist. Kijk, dat is wat ik wil horen. Wat is elke ondernemer? Dit is gewoon even sparren met je, hè? Elke ondernemer is geïnteresseerd in feite in een paar zaken. Welke zaken zijn dat? Juist. Waarom? Kijk, dat is een strategie die je moet implementeren. En daar ben ik meester. Knashe virekli meester in. Dat is waar jij op een gegeven moment... Kijk, een video is een tool. Die reclame die ik jou liet zien van Jumbo is een tool. Een Nederlandse loterijorganisatie is een tool. Een iPhone is een tool. Alles is een tool. Maar waar moet het duidelijk zijn van waarom ga je de tool gebruiken? Is A. Elke ondernemer in de wereld, dat moet in jouw 30 seconden gelijk naar voren komen. Dat is een uppercut in de ring, hè? Dat ze gelijk knock-out gaan. Ja, mijn video gaat ervoor zorgen, A, dat jij tijd bespaart en tijd winst maakt. Tijd winst genereert, dat zijn de twee zaken. En dat jij geld bespaart en geld winst gaat maken. En ik ga je laten zien hoe we dat in 12 maanden voor elkaar gaan krijgen. Dit is je investering, dit zijn de garanties. Zo gaan we beginnen, hier ondertekenen graag. Snap je waar ik naartoe wil? Juist, vriend. De rest is allemaal niet belangrijk. En dat gaan we uitwerken, Marco. Dat zijn strategieën. Ik heb 7 in de afgelopen 25 jaar, Marco. En ongeacht of wij nou zaken gaan samen gaan werken en zaken gaan doen of niet. Hey, je bent bij mij altijd wel... Ik zal je altijd eerlijk advies geven. Mij maakt het in de zin niks uit. Ik word niet rijker of armer door jou. Begrijp me niet verkeerd. Ik word zeker rijker door jou, omdat wij een samenwerking aangaan en gezamenlijk veel groter doel. We kunnen jouw bedrijf laten groeien en de mijne ook. Dus dat is een win-win, duidelijkheid. Maar in de afgelopen 25 jaar heb ik met de jongens, met ondernemers samengewerkt in soortgelijke industrieën. En die soortgelijke industrieën, dan moet je denken, iemand verdient in een industrie 100.000 euro per jaar. Een andere verdient in die industrie 1 miljoen euro per jaar. En een ander heeft 1 miljard euro per jaar omzet of winst. Maakt in principe niet zoveel uit. En Marco, wat ik je gewoon mee wil delen is, geld is een tool, is een middel. Jij wordt betaald. Niet wanneer jij en ik dat willen, maar wanneer dat markt zegt... Hey, jullie leveren een goed product, man. En de product is duidelijk wat het voor mij gaat betekenen. Wat ik ontdekt heb in die 25 jaar, Marco... en daarom heb ik winstgarantie opgestart... dat al die drie ondernemers zijn misschien even slim. Hun producten zijn even goed of even slecht. Dat maakt helemaal niks uit. Nog steeds bepaalt de markt voor. Maar drie dingen wat zij... totaal anders doen. Ben jij met mij eens dat diegene die 100.000 euro per jaar verdient... totaal andere informatie heeft... dan diegene die een miljoen of een miljard per jaar verdient? Ik hoor jou een beetje slecht. Jij verdwijnt nu. Jij verdwijnt bij mij en daar ben ik niet blij mee. Ik hoor jou helemaal niet meer. Marco is gevlogen. Heb jij ergens waar jij wat betere verbinding hebt? Oh, ik hoor je. Oh.
Ja, dit is beter. Ik hoor je nu. Je was een beetje kwijt. Wat ik gezien heb, Marco... Ja. Juist. Tweede wat belangrijkste is... is communicatie. De ene die heeft totaal andere communicatie naar de markt toe en naar zijn klanten achter de schermen, aan de telefoon, face-to-face, dan die ene die ja, het rustig aandoet. Die zegt, ja, maar ik ben blij met een 100.000 per jaar. Is prima zo. Hij communiceert dat naar de markt toe. En het allerbelangrijkste, tijd. Alle drie hebben 24 uur in de tijd, of in een dag. Alleen, kijk, jij en ik gaan een miljoen verdienen. In de komende 20 jaar, dat is geen enkel probleem. Jij 50.000 per jaar, ik 50.000 per jaar, we hebben een miljoen. Dat is geen hoge wiskunde, mee eens hè? Die gasten denken alleen anders. Zij denken, hoe kan ik die 20 jaar verkorten in een half jaar? Of in een jaar, of in 2 jaar? Dat is de tijdmanagement, of niet eens de tijdmanagement, maar wederom informatie en communicatie naar de markt toe. Dus jouw videoproduct moet ten alle tijde, daar moeten we aan werken, uitstralen. Wat is het eindresultaat? En het eindresultaat moet met een claim gezegd worden. En de claim is heel belangrijk, want die claim ga je verwerken in de presentatie. En jouw claim en presentatie moet mensen naar de toekomst brengen. Dus hey, als wij vandaag gaan beginnen, over 12 maanden gaan wij deze resultaten samen bereiken. Hoe gaan we dat doen? Hey, daar heb ik een stappenplan voor. Daar heb ik strategieën voor. Dat heb ik ontwikkeld met die en die. Dat doe ik al jaren. Snap je wat ik bedoel? Dat moet een duidelijkheid zijn. Hoe komt dit tot jou over? Juist. Juist. Ja, dat is perfect natuurlijk. Maar voor de meeste ondernemers, Marco, moeten we een plan neer gaan zetten dat die 4 zaken waar we het over hadden, en daar heb ik een 7-stappenplan voor ontwikkeld, doorontwikkeld in de afgelopen 25 jaar. Waardoor ik zeg, hey, elke ondernemer, al ben je de slechtste product in de markt, de beste product, de duurste, het goedkoopste, maakt niet uit. We gaan het zo goed in elkaar verpakken, dat de waarde van het product zo overstijgt van het werkelijke bedrag, dat de prospect gaat zeggen, ja, ik ben eigenlijk gek als ik dit niet doe. Het kost me gewoon geld. Het moet niet zijn dat je een investering verkoopt van 500 euro. Nee, wat verliezen ze als ze dit niet doen? Hé, hey, als je 1 sales per week maar binnen zou krijgen. Dat zijn de 48 per jaar, vriend. Als met jouw bedrijf. En je loopt dat mis. Kijk eens hoeveel geld je hebt misgelopen. Alleen door niet met mij zaken te doen. En een paar video's met mij te schieten. Is toch zonde? Wat creëer je? Wat ben ik de hele tijd je proberen aan het doen? Ik ben je niet aan het overtuigen. Creating the urgency to buy. Op het moment dat wij zaken gaan doen, ga jij tato zetten op je linkerarm. Creating urgency to buy. En creating urgency to buy is noodzaak tot koop creëren. En dat creëer je alleen door de juiste informatie op het juiste moment en met de juiste vragen te creëren en hun te laten zien, hey, dit gebeurt als wij zaken gaan doen. Hey, dit gebeurt als wij geen zaken met elkaar doen. Aan jou de keus. Waar zit jij in dit verhaal? Hoe ver ben je? Kijk, dan gaat jouw prospect zeggen, hey, maar deze motherfucker weet echt waar hij over praat. Hij gaat direct to the point en hij gaat direct naar de finish. Eindresultaat. Want ja, video's kunnen we maken zoals we willen. Maar uiteindelijk het doel is dat we in die video's
jouw klanten, hè, dat ze duidelijkheid moeten ook over hun producten en diensten, wat dat in de markt betekent. Dus hun eindresultaat moet heel sterk en krachtig naar voren komen. Dus het begint niet alleen met jouw verhaal. Het begint, je gaat dat doordupliceren. Nou, dat is, weet je wat dit is? Wat ik met jou nu deel. Informatie. En communicatie. Marco, hoe is jouw, wat weet jij van mij, van mijn team, mijn organisatie, over ons? Hoe ver ben jij? Zie jij, wat weet jij überhaupt van mij? Laat ik het zo zeggen. Ja. 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 Juist. Ja. Nee, 15% kan jij weggeven. 15% kan jij weggeven in de zin van, kijk, op het moment dat wij aan de slag gaan, Marco, dan gaan wij een strategie ontwikkelen, een referentiestrategie. Dat is een van de 7 stappen. Heb ik met jou wel eens gedeeld, de 7 stappen die wij gaan doornemen of niet? Ja, natuurlijk. Kijk, op het moment dat wij zaken gaan doen, Marco, dan is het heel simpel. Dan heb ik 4 blokken in de week dat wij samen kunnen gaan werken. Op maandagochtend tussen 9 en 11, woensdagavond tussen 8 en 10, vrijdagochtend tussen 9 en 11 en zondagochtend tussen 10 en 12. Alles gaan wij op maat maken voor jouw bedrijf, product, dienst, onderneming. En jij gaat dat uitrollen in de markt, uiteraard met mijn hulp. Wij gaan samenwerken. Jij, eerst gaan we ervoor zorgen dat jij geld verdient. Ja? En dan gaan we ervoor zorgen dat ik geld verdien. Want jij gaat mij weer aanbevelen in de markt. Dat wil zeggen, hey, jij krijgt 50% maandelijkse cashflow van mijn bedrijf. Omdat ik liever heel veel kleintjes heb van 50% dan heel weinig van 100%. Zo gaan we samen groeien. En daar heb ik een overeenkomst waar jij in bescherming wordt genomen en in ik ook. Daar staat allemaal zwart-wit op papier. Stel dat er iemand van ons overlijdt of we gaan failliet of wat dan ook. Staat allemaal zwart-wit op papier. Ik kan je de overeenkomst. Zal ik naar... Ja? Tuurlijk. Vanuit daar maken we een vervolgafspraak om alle punten op de i te zetten en alle vragen te beantwoorden. Want het gaat dat jij hier 100% achter staat. Dat is alles wat ik wil. Ja? Hey, bedankt Marco. Zie je team en is toch goed in het rusten. Doei.